Hallo allemaal, welkom bij Teachertje en Toys. Vandaag is het 24 december. Ik heb voor jullie een avondkalender van Harry Potter. Van de Funko Pop Pokkenpop serie. Dit is een avondkalender. Hoort officieel dat je 24 vakjes moet gaan openen. Het is een limited edition van 2019. Zo ziet hij eruit. Maar wat wij gaan doen is op de 24ste pas... gaan wij hem openmaken. Gaan we alle vakjes openmaken? En dit vandaag is ook de 24ste. Zo, kijk dan. Wat een grote doos past hier eens op. Tadaa! Dit gaat er zo uit. Het is gewoon een verpakking. En dit is het. Kijk dan. Dit zijn de Pokkenpops van 1 tot en met 24. Ik heb hem al eerder opengemaakt, al die vakjes. Maar ik zet hem pas vandaag online, de 24ste. We gaan beginnen met vakje 1, jongens. Gaan we kijken wat in vakje 1 is. Wij hebben Harry Potter, zie ik. Harry Potter als een jubel op zijn bal. Ik zit nog onder de glitters. Ik vind deze echt geweldig. Ik spaar ook die grotere. Die grote Pokkenpops. En ik heb er niet zo heel veel van Harry Potter. Best wel prijzig. Vakje 2. We hebben Ginny Weasley. Ook de jubel. Echt geweldig. Moet je daar haar zien. Ook echt details en alles. Ik spaar ook echt die grote poppen. Ik probeer ze wel allemaal te verzamelen. Maar ze zijn echt zo moeilijk te verkrijgbaar, sommige. Jee, wij hebben Fleur Delacour. Fleur Delacour. Met een mooie witte dress. Witte jurk. Met haar haar opgestoken. Een hele mooie outfit. Vakje 4. Wie is het? Victor Krum. We hebben Victor Krum. Ik ben benieuwd wie er allemaal in zit. Want ik heb wel een paar gezien. Zoals de eerste 4 volgens mij. Echt, en de kapsel ook. Het is helemaal glad. De outfit. Te gek. Vakje 5. Wie is het? McGonagall. Oh, die zit in een andere plastic hoesje. Oh, moet je jurk zien. Een beetje sparkel. Hier. Ja, een beetje glinsterend op de jurk. Dit is ook weer de jubel variant. Vakje 6. Oh, professor Snape. Professor Snape. In de outfit. Haar is mooi glad. Ik vind dit echt een geweldige, mooie outfit. We gaan naar vakje 7. Dat is hier. Oh. Dit is... Och, hoe heet die gozer? Oh, ik kom even niet op zijn naam. Ik
kom even niet op de naam. Maar de leider van de Victor Crumb School. Hoe heet die hier? Crumbles of zoiets. Ik kom even niet op zijn naam. Maar hij is een dead eater. Een dooddoener. 7, 8. Ja. Ja, ja, ja. Wie hebben we hier? Een van de Weasleys. En zo te zien hebben wij... gewoon Ron Weasley. Ja, ik denk het wel. Ron Weasley aan de outfit te zien. Vakje 9. Nog een Weasley? Nee, dit is geen Ron Weasley. Dit is Fred of George, was dit. Fred of George Weasley. Want we hebben hier nog één. En dit is die andere gast. Fred of George. Eentje heeft de haar een beetje zo en die andere heeft zo. Dus dit is Fred of George. De twee Weasleys met genies. Nou, dan doe ik het een beetje zo. Snape, die daar naartoe een beetje bij elkaar neerzetten. De derde cool, de Weasleys. En Ginny. En Harry Potter. Pakje 10. Oh, we hebben Patil. Phasma, Patil. Of is het die andere? Percival Patil. Ik kan ze nooit uit elkaar halen. Het zijn een twin, dus ja, net zoals Fred en George. Maar ze hebben volgens mij een andere kleur sjaal om. Pakje 11. Maar zei dit de zus? Ja, dit is de zus. Dit is de roze. Ik moet even uitvogelen wie de roze had en wie de... dit is de zus. Wie de oranje had en wie de roze had. Want eentje was de date van Harry. Volgens mij was het de roze. Maar het kan ook zijn de oranje variant. We gaan naar 12. We zijn alweer op de helft. Ken ik deze ook? Ja, deze ken ik. Dit is Cho. Cho Chang. Oh, die vind ik echt geweldig. Hele mooie outfit. Cho Chang. Van, dit is allemaal Jubel trouwens. Cho Chang. We gaan op vakje 13. 13, 13, 13. Vrijdag de 13e was dat. Wat hebben we hier? Ja, mevrouw Delacour, de moeder van Fleur. En je ziet ook dat ze precies iets groter is, want zij is de langste vrouw die in dit bestaan is. Even groot als Hagrid. Oh, die zou er ook wel zo in zitten. 14. Ja, en dat is weer misschilder. Miss wilde met zijn kat. Kijk, kat. Alle personages van Jubal, die komen hierin voor. Die gaat daarbij, want dat zijn allemaal docenten. 15. Nou hebben wij Ron Weasley. En nummer 15, dit is Ron Weasley. Met een gekke outfit. Dit is Ron Weasley. En dan hebben wij nummer 16 alweer. Yay! De Mad Eye
Mad Eye noem ik hem. Want ik heb ze. Kijk dan de oog. Kijk op die scherpe spellen. Zie je dat? Zijn oog. Een extra oog heeft hij gewoon. Die rondjes kan draaien en de achterkant kan kijken. Ik vind het wel grappig. Oh ja, sommige vallen. 17. Wat hebben we hier? Met Dumbledore. Ik vind het wel leuk dat ze allemaal een mooi thema hebben. Want dit is je duurbal thema. Dumbledore. De outfit. En vorig jaar hadden ze ook een outfit kalender. Maar die heb ik juist niet gehad. Die heb ik juist niet gekocht. Toen was ik nog niet zo in de avondkalender. Maar ik zou volgend jaar, komt waarschijnlijk weer nieuw uit, ga ik hem weer halen. 18. Wat is dit? Cedric Diggory. Cedric Diggory. Als je deze characters allemaal niet weet, dan moet je Harry Potter 4 gaan kijken. The Goblet of Fire. Daar komt de Jumbo in voor. En dat is de partner van Cho Chen. Oh, dan moet Hermione er ook nog in zitten. Oh, dan ben ik benieuwd. Zou Hermione nou een blauwe dress in dit zitten of een roze? Ik hoop op roze, want dat is wat in de film. En in de boeken staat daar juist in een blauw dress. Dus ik dacht het heel erg onhandig. Even eroverheen. En we hebben hier 19. Oh, lumbuckle. Muffle lumbuckle. Ik zeg alles in het Engels, omdat het makkelijker is. De date van Ginny Weasley. Maar voor Dumbledore. Die alles. Die heel goed is in kruiden. Je kan het niet zien. Nou, ik zet hem bij haar in neer. In de kruiden. Kruidenkunde. Is die heel goed in. We komen bij de laatste 5 alweer. Zijn de pocket pops, hè? Die willen niet staan. 20. Oh, kom helemaal niet, helemaal niet, helemaal niet. No, Draco Malfoy. En hier. In de outfit. Echt, hè? Wel heel mooi gedaan. Ik vind de haar wel zo mooi. Dat hij mooi gedaan heeft. Ik zet hem. Hier in de buitenkant. Ik zet nog een money. Wie zoek ik nog? Ja, een money vooral. In de mooie dress. Wie zou 24 zijn? 21. Wie is 21? Daar ben je. Hagrid. Ja, Hagrid. Die zoek ik ook nog, ja. Hagrid. Oh, ik kijk Hagrid. Hetzelfde paard zit onder de smurrie. Oh nee, dat is... stof. Geweldig. Hagrid. De date van Madame Delacour. Zijn allemaal even groot. Alles wat om. Nog 3 te gaan. 22. Wie zal dit zijn? Dit is Bill Weasley. Of Percy. Dit zal wel Bill zijn. De Weasleys. Die later gaat trouwen met Fleur Delacour. Fleur Delacour. Kijk dan hoeveel ik heb. Oh, zou de laatste Hermione zijn? Of zou deze Hermione zijn? 3, 2, 1. Ah! Dit is Hermione! Ja! Hermione Granger. Hermione Granger. Oh, what the fuck. Een mooi dress. Moet je kijken. Oh, die is mooi.
zat ook echt aan het dansen. Moet je daar ook zo zien. Heel erg mooi, heel erg gaaf. Heel erg gaaf deze. Dit is mijn favoriete. Die gaat in het midden. Hier. Wat zou de laatste toch zijn? Wie mis ik nog? Wie mis ik nog? Ja, wie mis ik nog? Ik ga de laatste openmaken voor deze Funko Eventkalender. Oh! Het is ook een Harry. Maar dan zonder zijn... zonder zijn dinges. Zonder zijn cape. Of je jacket. Oh, er zitten twee Harry's in. De Harry... Blikkemschicht. Er zitten twee Harry's tussenin. En dit was alle Funko Pocketpop die we eruit hebben gehad. Ik zal er iets meer naar achteren zeggen. Dit waren ze allemaal. Ja, dit was 24 december, jongens. Wil je niks missen? Abonneer op mijn kanaal. We hebben natuurlijk ook met kerst. Hebben we niks bijzonders. We hebben alleen deze. Daarom doe ik deze met kerst. Dag, avond. Ja, avond. Ik upload om 3 uur. Maar je kan mezelf eens natuurlijk ook kijken. Dus, abonneer op mijn kanaal. Deel het en like het. Daar zou ik heel erg blij mee zijn. En zie je de volgende keer weer. Bye bye. Doei doei.